Oh, kijk dit nou. Oké, let op, hè. Knol Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en jullie zullen misschien wel denken, wow Enzo, het is donker, is het nou avond? Ja, het is avond, maar dat betekent niet dat ik niks heb gedaan vandaag. Ik heb in ieder geval, wat ik even aan jullie wil laten zien, een heel erg schattig, leuk stukje met Sok. Hey, dat was leuk hè, wat we hadden opgenomen vanochtend, Sok. Ja, dat was echt super leuk. Dat was echt geinig. Kijk maar even. Goedemorgen. Ik heb wat voor jou, Sok. Kom maar. Ik neem jou eventjes mee. Er zit hier namelijk een vlieg en die mag jij pakken. Kijk. Pak hem maar. Pak hem dan, Sok. Sokje. Pak hem dan. Hier. Hierboven. Pak hem maar. Ja, goed zo. Goed zo, Sok. Pak hem. Pak hem, Sok. Pak hem. Kom op. Pak hem. Wat doe je nou? Kom op. Ik snap niet waarom jij niks doet. Ik snap het echt niet, Sok. Die pak je toch altijd? Nou, je hebt geluk. Deze leeft gewoon. En die blijft ook gewoon leven als het een Sok ligt, volgens mij. Oh, Sokje toch. Dat ben je ook een lekker ding. En jullie gaan nooit geloven wat mij overkwam. Tjongejonge, ik ben... Nou, weet je, ga maar gewoon even kijken. Oké, Enzo is even weg. Zoals jullie weten brengt hij mij altijd. Dus ja, payback. We gaan het proberen. Ik hoop dat hij je schrikt. A few moments later. Bro. Snap je? Snap je? Gozer. Oh my god. Ik had dit echt niet aan zien komen. Hij gaat het tekeer, joh. Ja, ik had het echt niet aan zien komen. Lekker, man. Holy shit, gast. Ja, payback. Niet normaal hoe je me hebt laten schrikken, man. Lekker, man. Ja, echt niet normaal. Dat doe ik voor de kijkers, hè. Zo. Sowieso. Ik heb een kaartje binnengekregen. Nou, ik heb wel meer binnengekregen, zoals jullie zien. Dit is allemaal post. Daar ga ik wat van openmaken. Want ik was helemaal vergeten dat als je jarig bent, dat je de briefbus moet openmaken. Dus er zat nogal veel post in. Maar ik heb hier een kaartje gekregen. En die komt van mijn opa en oma uit Frankrijk. En mijn opa en oma die hebben altijd een beetje vast ritueel. Ze zijn namelijk altijd met mijn vakantie. Zijn ze iets van ongeveer 2-3 maanden zijn ze in Frankrijk. Dus ze missen altijd mijn verjaardag. En nu is het zo dat mijn opa altijd voor mij, want volgens mij doet opa dat en niet oma, kiest hij altijd een heel erg leuk kaartje voor mij uit. Oh god. Dus als jij de envelop vasthoudt, dan trek ik het kaartje omhoog. En dan zullen we wel zien wat mijn opa heeft uitgekozen. Let op hoor. Oelala. Oh. Ja, die heeft opa sowieso uitgekozen. Opa die zegt, holy moly, staan we boven op een berg vlakbij Le Lavandou om te genieten van het uitzicht op de haven. Vindt iemand het zo nodig om het mooie uitzicht te verpesten? Nou, deze dus. Oh, dat is wel geniaal. Super mooi toch? Gefeliciteerd met je verjaardag en maak een super leuke dag van. En gefeliciteerd als clusterum voor vlogger, omdat ik 5 jaar aan het vloggen ben. Super leuk, echt ontzettend tof kaartje. Maar wat hier voor de rest allemaal ligt, ik heb geen flauw idee. Dus laat ik dat eens eventjes gaan openmaken. Dit is een verjaardagskaart die ik heb gekregen. Deze is echt super leuk, moet je opletten hoor. 1, 2. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Super tof, Sonny die heeft mij een kaart gestuurd met een leuk muziekje. Heeft hij waarschijnlijk gedaan omdat hij DJ is. Dus hij denkt ik moet sowieso een kaart sturen met muziek. En hij heeft mij hier een pakketje opgestuurd. En er staat letterlijk op, bij aanbellen zeggen dat het van Sonny komt. Oh. Oh, een doos in een doos. Zo, het is zwaar man dit. No way. Hey, dit is echt heel erg tof.
Kijk eens even, lekkere chocolaatjes. Oh, kijk. Oh, in elk zo'n doosje zit een chocoladereep. Super tof, Sonny. Dankjewel, man. Je bent de baas. Echt super lief van je. Wat is dit? Oh my god. Oké, let op, hè. Wow! Dit is wel een hele snelle, hè? Let maar op, hè. Hier, dat bedoel ik. Ho! Zo! Deze is echt snel. Deze is heel snel. Wat kan hier nou in zitten? Pokémon kaarten! Ja, wie weet. Het komt uit China. Die zijn er ooit mee begonnen, toch? Ik heb geen idee. Volgens mij wel. Wajo, hoezo sturen ze zakjes wiet op? Ja, doen ze dat tegenwoordig? Oh nee, toch niet. Ah, toch niet. Kijk, dit is zo'n splitter. Super chill. Dan kan je deze ergens in doen en dan heb je twee van die gaatjes en dan kan je dan een headset en dan kan je met z'n tweeën één ding. Dan kunnen we samen muziek luisteren. Leuk, hè? Hey, leuk, no. Hè? Oh, no. Kunnen we samen dezelfde muziek luisteren? Dat is zo'n Griekse ijsplitter. Griekse ijsplitter, oh, ja. Ja, ik weet niet hoe het heet, maar het is Griekse ei, toch? Mm-hmm. Dit is geen verjaardagscadeau. Dit heb ik volgens mij ooit een keertje besteld, maar was ik vergeten. Dus dankjewel naar mezelf. Waar komt dit vandaan, joh? Ook weer ergens zit. Oh, uit Thailand. Er staat Banakok. Dus ik dacht dat het Bangkok stond, maar... Hoezo heb jij een stift besteld, bro? Ja, wat... Wat? Ik kan me echt niet meer herinneren dat ik dit heb besteld. Waarom zou je in godsnaam een stift bestellen? Ik weet al waarom ik deze heb besteld. Oké, we gaan het uittesten, oké? Want dit is niet zomaar een stift. Ik pak even een papiertje. Oh. Dit is echt nice. Deze heeft een hele bijzondere kleur, want je denkt dat die zwart is. Lekker, die zag je weer niet aankomen. Ik pak gewoon rustig even een A4'tje. Ja, doe ik dat voor mij zo. Niet normaal, joh. Ja, lekker, hè. Oké, okay, we gaan allebei gewoon een hartje maken. Waarom hou je een hartje? We gaan een plusje maken. Oké, okay, goed we zo. Gaan een maak je een kruisje, maken. Ja? Ik dacht liefde voor de kijkers, maar goed. We gaan een plusje maken. En dan zul je zien dat deze, die ziet eruit als zwart, dat het geen zwart is. Oké, okay, ga je als eerst. Oké. Okay. Gewoon een plusje maken. Oké. Okay. Oh, gek! Oh, tuurlijk! Dat is het! Yes! Ik had jou meteen te pakken, jongen! Oh, hoe mooi is dit? Dit is een schokpen, maar dan een markeerstift! Hoe mooi is goed dat? Goed drukken! Nu doe jij maar eens! Zo, we hebben elkaar goed te pakken. Dus daarom had ik deze besteld. Het ziet er gewoon uit als een markeerstift. Maar waarom die dop dan? Ja, daar zit die accu in. Maar doe jij eens dan? Nee, zeker niet. Ik ben niet gek. Oh, kijk dit nou. Oké, let op, hè. Wat er. Wat goed? Rustig. Leuk, hè? Wat is het? Het is een gezichtsmasker. Het is een panda. Oh, wacht even, dan moet je deze er weer op doen. Een hele snelle panda ben ik nu. Waarom bestel jij zoiets? Ja, ik heb geen idee. Ik zie dat online in China vet goedkoop voor $1 of zo en ik vind het leuk. Nou, dat heb ik besteld. Superleuk. Hier weer iets uit China, ik heb geen idee. Zo, deze is ook gevaarlijk hoor. 1, 2. Oh, die is echt wel nice hoor. Ja, die is vet hè. Ja, die is leuk. Oeh, pakketje in pakketje. Niet zo serieus kijken. Nee, ik weet niet wat het was. Zo, wow, deze kleur is mooi. Ja, is die dik. Ja, deze, nou hij is niet dik, hij is heel smal en klein, maar de kleur is gewoon heel mooi. Toch? Zo. Je bent nou echt een hippie. Deze is wel cool, hè? Je bent zo'n grabbertje nou. Ja, deze is wel vet, hè? Dit heb ik dus echt maanden geleden besteld, hè? Nou. Wow! Yo! Dit is niet gezond. Moet je deze eens opzetten? Dit is zo spacend omdat de ene blauw is en de andere rood. Dit is zo apart. Wow. Oh. Zo, dat is raar. Word duizelig van, hè? Misselijk van, joh. Ja, jullie zien het gewoon als normaal rood en normaal blauw. Maar als je dit allebei zo op hebt, ik meen het. Het is echt zo. Heel spacend. Ja, dat is niet chill. Nou, we zijn er bijna doorheen. Deze is zo vet. Het is warm binnen hier. Het is vandaag weer een mooie dag geweest, maar... Ik ga hem toch aandoen om even te laten zien. Dat is gewoon een tweet van Kanye West. Hoe keihard is dat? Ja, ik vond hem gewoon heel erg tof. En dan heb ik hier het allerlaatste pakketje. Oh, en hiervoor ga ik even dit doen. Let op hoor.
1, 2. Deze is van je boy Royalistic. Super tof, bro. Dankjewel voor je cadeautje. Ziet er heel erg tof uit, knolpauwrood. Dus ja, dit waren eventjes de pakketjes allemaal die ik binnen had gekregen. En die zijn nu allemaal weer op. A few moments later. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Ook al heb ik vandaag niet zo heel veel bijzonders gedaan en ben ik voornamelijk... Zo. Gezondheid, Bas. Sorry, man. En ben ik vandaag voornamelijk thuis geweest. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. En vergeet nog niet eventjes te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan hier beneden. Dankjewel daarvoor. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol power! Oh.